Ja, dat is nog niet, joh. Goed. Afronden. In deze periode. We hebben het gehad over de huid. We hebben het gehad over het zenuwstelsel. We hebben het gehad over hart- en bloedvaten. We hebben het gehad over lymfe. En we hebben het gehad over de hormonen. We lopen ze eerst even langs. Wat gebeurt er met de huid als ze gaan sporten? Femke. Die wordt warmer. En de huid die tijdens het sporten komt te zweet, afgestoft gaan uit het lichaam. Ja, maar vertel eens in een logisch verhaal. Want wordt je huid warm? Of ja, je lichaam wordt warmer. Het bloed gaat sneller stromen. Nou zeg je zeg het maar. Goed. Je lichaam wordt warmer. Ja, het bloed gaat sneller stromen. Je lichaam wordt warmer. De bloedcirculatie gaat sneller. Je gaat meer zuurstof door je bloed vervoeren. En er komt meer zuurstof binnen vanuit buiten. Maar wat heeft het nou met de linker? Het begin dat ging nog goed richting de huid. Daarna ging je langzaam van de huid weg. Ja. Jij zei, als je gaat sporten, dan gaat je temperatuur gaat omhoog. Ja. Dat is niet handig. En dan wordt je lichaam te warm. Die wil het liefst in die steady state blijven. Hè? Oftewel, hoe heet het, die 38 graden ook weer? Middle. Is het wel range of motion? Nee. Nee, dat is bewegingsuitslag. De setpoint. Setpoint inderdaad. Je lichaam wil zoveel mogelijk op dat setpoint blijven, die 38 graden. Dus op het moment dat het dreigt daar boven te komen, of het dichtbij in de buurt te komen, of er overheen gaat, dan moet die warmte die moet weg. Nou, die warmte gaat inderdaad weg via het bloed. Bij de huid liggen heel veel haarvaten. En wat er eigenlijk gebeurt, is dat dat bloed dat gaat dus, dat neemt die warmte mee van binnen, vervoert dat richting de huid en laat daar dus de huid zijn werk doen. Wat is nu de werking van het huid? Wat gebeurt er? Zweten. Dus dat wil zeggen dat de zweetklieren die gaan zweten. En dan koelt maar hoezo lichaam koelt toch dan af? Op die manier je huid af? Hoezo? Wat gebeurt er met die lichaamswarmte en zweet? Ik heb hier zweet en ik heb hier de lichaamswarmte. Wat gebeurt daar? Transformeert. Is zweet warm of is zweet koud? Koud. Nee toch? Wat? Zweet is warm. Want dat water dat uit die zweetklieren komt, wat doet dat? Wat neemt dat in zich op? Wat neemt die zweetdruppel? Warmte, ja, wat je wil. Die pakt dus die warmte en die neemt die op. En dus eigenlijk zou je kunnen zeggen. Dus je zweetklieren neemt warmte? Nee, je zweetklieren produceert een zweetdruppel. En die zweetdruppel die komt dus naar buiten en die komt op je huid te liggen. En wat doet die? Die neemt eigenlijk warmte van die huid neemt die op. Met als gevolg, wat gebeurt er met dat zweet? Als het een normale hoeveelheid is, dan verdampt dat. Alleen als je heel veel zweet, of dat de temperatuur heel erg hoog gaat, ja, dan is het te veel om te verdampen en dan druppelt het. Nou, dat is eigenlijk niet de goede manier, want je zou door het water te laten verdampen, kun je meer warmte kwijt. Dus dat is één manier. Ja, die huid, wat kan die nog meer? Dus dat is verdamping. Mm-hmm. Door middel van zweet. Wat nog meer? Huidbeschermetje. Ja, maar dan wijken we weer af van het onderwerp. Je hebt het in de trainingskunde hebben we het erover gehad. Is dat die huid, die kan, of je kan op een aantal manieren afkoelen. Eentje is verdamping. Dan heb je ook nog Geleiding? Ja. Wat is geleiding? Dat is als jij je huid ergens oplegt. Dat zou kunnen. Hè? Zo kan dat dus. Maar ook nog? Stroming. Stroming. En dat is bijvoorbeeld door wind of door stromend water, zeg maar. Dus dat kan onder de douche. Ja? Dus die huid die zorgt ervoor dat jij jouw kerntemperatuur, oftewel jouw setpoint, dat die zoveel mogelijk intact blijft. Okay. Dan nog meer. Wat was er nog meer met de huid? De eerste les hebben we besproken. Wat is handig voor sporters om met hun huid te doen? Een aantal tips en adviezen die je geen zou kunnen geven. Geen make-up op. Waarom niet? Omdat alles te dicht. Je weet het wel. Dan zet je de poriën dicht en dan kan het zweet er niet uit en dan gaan de afvalstoffen niet je licht uit.
Ja. Dus dan blijft het dicht zitten. En dan krijg je ja. Spuisjes en ja. Dat soort. Ja. Dus dat. He, dus make-up niet. Wat zou je nog meer niet aanraden? Tatoeages, grote. Waarom? Dan kan het zweetmiddel naar buiten en best alle warmte in je lichaam. Ja, want wat zijn tatoeages? Is eigenlijk inkt die je in het lijf... Ja, dus het wil zeggen dat je die huid ergens, net als make-up, dat je die ergens laat stikken. Dus dat klopt. Nog meer? Je moest na sporten altijd eigenlijk lauw water op je huid. En waarom lauw water? Omdat, ik weet wel waarom. Omdat anders dat zweet is eruit en anders gaat het weer terug je poriën in. Ook al heb je... Wat gebeurt er als je warm doucht? Wat gebeurt er met je poriën? Open. Ja, maar wat wil je eigenlijk na het sporten? Dicht. Ja, snel of langzaam? Langzaam. Ja, dus op het moment dat je warm gaat douchen, dan heb je ze misschien wel eens gedaan, na het sporten en dan ook nog eens warm douchen, dan ben je net een soort van... Dus dan krijg je spijkerbroek ook niet aan. Ja, weet je, dat is niet meer te doen. Weet je, je lichaam die wil eigenlijk tot rust komen, maar denkt van, ik heb het toch niet, dus ik ga nogmaals meer warmte kwijt. Dat is niet te doen. Ja, dus lauw douchen en langzaam die temperatuur, en je mag best warm beginnen. Maar daarna laat je het langzaam terug. Nog meer, gebruik je zeep? Ja, pH neutraal. Ja. Waarom pH neutraal? Omdat er je zweet zal minder stinken doordat er minder bacteriën in je lichaam zitten. Ja, als je lichaam pH neutraal is, als je zuurtegraad, ja. als die dus gaat veranderen, dan word je zuurder. En wat is het zuur? Bij sommige mensen ruikt hun zweet simpelweg gewoon zuur. Als je daarnaast staat, is het net, het ruikt gewoon zuur. Hoe moet je dat omschrijven? Is heel lastig, maar het is een hele nare geur inderdaad. Ja. Ja? Dus dan heb je het over deo. Want dat is in principe ook een stukje huid, hè? Wel heel specifiek voor onder de oksels. Maar wat zou daar een oplossing voor zijn? Een roller. Waarom een roller en geen spuitbus? Dat trekt toch sneller in? Spuitbus dicht ook toch de... Ja. En best toch met een rol ook. Nee, anders. Nee, dat is net als dat gel achter. Ja. Wat het is dat als je daar komt zo'n natte goedje uit, een soort gel komt eruit. En die trekt wat makkelijker in de huid. Als je nou gaat sporten en iemand zie je voordat ze gaan sporten zich lekker eens even insmeren met Zitzal of een of andere bodycreme. Is dat goed of is dat niet nee. goed? Nee, er ligt vet op de huid. Voor het sporten. Er ligt er vet op de huid. Ja, dat is vettig. Wat dan krijg je een dik laagje, dus dan kunnen die poriën... Ja, want wat matcht niet met vet? Zweet. Ja, en zweet is? Olie. Is water. En olie en vet op water. Vet, ja. Heb je, als je thuis een koekenpan schoon wil maken en er heeft iets van boter of olijfolie in gezeten en je gooit er wat water bij. Met zo'n laagje. Dat is niet te doen, dat mengt niet. Weet je, dus dat heeft geen enkele vorm van chemie met z'n twee. Nou, we hebben nu dus de huid gehad. Nou, de functie met sport, die kennen we. Er is in ieder geval een hele duidelijke link met deze. Hart- en bloedvaten. Dat is ook duidelijk, hè? Nou, die hart- en bloedvaten, hoe zit dat? Met sport. Nou. Wie schiet als eerst? Ik wil wel zien. Schiet er maar. Moet ik het eerst zoeken. Nee, als je gaat sporten, worden je bloedvaten wijder. Ja. Dus het bloed kan dan sneller door je lichaam gepompt worden. Ja. En op het moment dat het sneller gaat pompen, dan wordt de bloedvat gevormd. Ja. Een beetje. En dan krijg je een extra hagel. Oké. Maar is dat overal of is dat op specifieke plekken? Is dat ook in een grote slagader? Nee. Nee. Nee, vertel verder, want je was... Nou ja. En dan krijg je dus meer haarvaten. Dus dan kan er je bloed doet er dan zeg maar langer over voordat het weer terug is. Daar blijft je hartslag lager. Zijn al haarvaten? Ja, haarvaten. Je kijkt heel mistig, je kijkt mistig terug. Ja. Ja. Ik weet niet of dat je eerste deel klopt. Hè, op het moment dat je gaat sporten, wat doen je vaten? Die gaan wijder staan. Met als gevolg dat daar simpelweg gewoon meer bloed doorheen getransporteerd kan worden. Nou, dat bloed gaat van je slagaders, komt het uiteindelijk in die haarvaten. En die haarvaten zou je kunnen zien als de vingers van je arm. En die vingers kunnen natuurlijk op veel meer plekken tegelijkertijd komen. En als ik mijn vingers over een arm heen leg en er zou daar bloed doorheen gaan, dan is dat alleen maar beter. Maar wat zou het zijn als ik geen 5, maar 7 vingers had?
dan zou die spier dus veel beter verdeeld, zou die bloed krijgen. En dat zou dus beter zijn, want bloed is zuurstof, zuurstof is energie en energie is kunnen bewegen. En wat Femke eigenlijk net zegt, hè, dus op het moment dat dat hart meer gaat werken en daar meer bloed heen komt, dan wordt die arterie, het is arteriogenese, dat is het, maar dat mag je weer vergeten, die wordt gestimuleerd om meer vingers aan te maken. Simpelweg door de druk. Door de druk die er is op die haarvaten, worden er meer vingers. Dus dan krijg je uiteindelijk 10 vingers aan één arm. En als gevolg, als die een spier vastpakken, komen er op veel meer plekken tegelijkertijd bloed. En dus wordt die van meer zuurstof en van meer energie voorzien. Sorry, wat doen nou die haarvaten? Die haarvaten worden er dus meer. Oh. Maar je ziet dus je vingers samen dan? Ja, die haarvaten. Er groeien gewoon vingers bij. Je krijgt meer haarvaten. Kijk, als dit mijn bovenbeen is, en dit is de slagader, en dit is een haarvat. En ik ga hier en ik lig hier op de bovenbeen. Dan krijgt hij nu door 5 vingers krijgt hij bloed. Maar wat zou het mooie zijn als hij niet door 5, maar door 6 vingers bloed zou krijgen? Oftewel, dat is meer bloed op verschillende plekken en dus een betere bloedvoorziening. Wat zou er gebeuren als je na zo'n manier gaat trainen dat je hier 10 vingers hebt liggen? Oftewel, een betere bloedvoorziening en dus een betere zuurstofvoorziening. En dus een betere energievoorziening. En hoe kun je dat trainen dan? Hoe kun je dat vertrainen? Duurtraining is daar dus een mogelijkheid voor. Ja? Want dat zorgt ervoor dat er gewoon maar stuwing blijft. En daar is zuurstof voor nodig. Een sprintje trekken heb je geen zuurstof voor nodig. Maar de basis is gewoon 5 en je kan het opbouwen naar meer. Ja, als voorbeeld inderdaad. Oké. Dus als ik het goed heb, door de druk die wordt gelegd op de haarvaten, krijg je dus meer haarvaten. En zo krijg je een betere bloedvoorziening. Zuurstofvoorziening en nog eentje? Alleen met 2. Ja. Oké, okay. Omdat het verspreidig is. Ja. Maar dat is dus één. Dit is alleen maar door één ding. Als je gaat sporten, dan moet er meer bloed in je lijf komen. Nou, de eerste is, oké, we doen een vasodilatatie. Oftewel, die vaten worden wijder, dus er komt meer bloed uit. Maar wat gebeurt er nog meer? Dat is maar één ding. Ja. Want we hebben er 2 gehad. Vasodilatatie. En de komst van nieuwe haarvaten. Wat nog meer? Dat je hart kun je trainen. Je hart kun je trainen. Waarom kun je je hart trainen? Doordat het hart sterker is, kan het vollediger samenknijpen. Per hartslag kan het bloed meer rondpompen dan een ongetraind hart. Ja, en waarom is het hart trainbaar? Uit welke eigenschap van het hart concludeer je dat je het kan trainen? Uit welke ingrediënt van het hart? Wat bedoel je nou? Jij zegt, het hart kun je trainen. Ja. Maar wat kun je van het hart trainen? De vorm, de kleur, de linker hartwand. Wat is er zo, waarom nou specifiek die linker hart? En is het de boezem of de kamer? De kamer. Kamer. Waarom zeg jij vooral die linkerkamer, dat is de meest trainbare? Welke eigenschap heeft die dan? De functie weten we, dat is de laatste post voordat het hart uitgaat. Ja. Huppakee, de aorta. Die aorta is ondertussen wijder geworden, dus veel bloed kan erin. Nou, dat zeg jij, dat is mooi, want die linkerkamer is ook trainbaar, zodat die groter wordt en meer kan trainen. Maar welke eigenschap zit erin? Wat voor soort weefsel bestaat er? Beide. Wat beide? Ja, beide kleuren? Dwars beide vormen? En glad. Ja, dwars en glad. He, dwars gestreept spierweefsel wil zeggen dat is hetgene wat ook in jouw skeletspieren zit. Dus in de biceps, de triceps, quadriceps, weet je? En dat is goed trainbaar. Dat weten we, spieren zijn trainbaar. Dus dat zou dan het onderdeel zijn waardoor je die linkerkamer goed kan trainen. Die kun je dus in zijn functie verbeteren. Hij wordt groter en hij wordt krachtiger. En dat is mooi. Want die vaten die gaan wijder staan. Dus als die linkerkamer dan ook nog beter is, dan is de buis waar hij heen moet is groot en hij kan er ook meer doorheen gooien. Nou, dat is alleen maar super handig. Aan de andere kant heeft hij glad spierweefsel en dat is maar goed ook, want dat zorgt ervoor dat het hart voor zichzelf nadenkt en dat jij dat eigenlijk niet hoeft te doen. Ja? Dan hebben we nog meer. Met die linkerkamer, oftewel het hart is trainbaar, die linkerkamer.
hebben die capillarisatie, oftewel meer bloedvaten, haarvaten. En we hebben de vasodilatatie, of die vaten worden weinig. Er is nog één term die erbij hoort, die je eigenlijk nu wel een beetje een samenvatting. Bloeddruk, toch? Hart, minuutvolume, ja. Bloeddruk doen we dan ook nog. Dus zullen we eerst even de bloeddruk doen? Dan zit je er toch lekker in. Bloeddruk, wat is de bloeddruk? Druk op je bloed. Van je bloed, of onder je bloed, of in je bloed, of door je bloed. Door je bloed. Op je bloed. Van je bloed. Van je bloed. Door het bloed, van het bloed. Op wat? Op? Je lichaam. Op mijn hele lichaam of een specifiek onderdeel van mijn lichaam? Je wat gebeurt er? Wat hoor jij? En de bloeddruk heeft een boven- en een onderdruk. Ja. Wat is de bovendruk? Het samentrekken van de kamer. Juist. En dus de druk die het bloed heeft op de samentrekken van de kamer. Juist. Dat is de bovendruk. De druk die jouw hart uitoefent op eigenlijk, zou ik zeggen, je aorta en het verlengde daarvan. Ze meten hem daar, oftewel die bovendruk is de druk van het bloed op die wand van die ader. Slagader, sorry. En wat is de onderdruk? Het vullen van met bloed van de boezem. Links of rechts? Rechts. Rechts. Waarom rechts? Waarom vraag ik specifiek naar rechts? Rechts? Omdat het daar binnen komt. Daar komt het binnen. Ja, dus de bovendruk is met hoeveel kracht gaat het eruit? En de onderdruk is, wil zeggen, met hoeveel druk komt het weer terug? Nou, als het goed is, is die bovendruk vele malen hoger dan je onderdruk. Als dat om gaat flippen, dan gaat er iets niet goed. Dan is je hart heel zwak. En dat wil je niet. Nou, wat voor ziektes dan allemaal kan hebben waardoor die bloeddruk, dat staat hier even buiten. Maar wat gebeurt er nou op het moment dat je gaat sporten? Met die bloeddruk, want daar hebben we het nog steeds zo. Die gaat omhoog. Waarom? Leg eens uit waarom dat dan zo is. Omdat het sneller rondgepompt wordt. Ja, maar waarom wordt het sneller rondgepompt? Omdat het bloed naar meerdere plekken moet. Ja. En waarom moet het naar meerdere plekken? Zodat je kan bewegen. Ja, en op basis van wat kun je bewegen? Energie. En hoe kom je aan die energie? Van je bloed zelf. Van je bloed. Ja, want wat zit er in het bloed waardoor je energie kan regelen? Zuurstof. Zuurstof, ja. En energie. Ja, en dus heb je meer bloed nodig. En dus gaat de bloeddruk omhoog. Het is geen nieuwe koek, hè? Niet een nieuwe koek. Maar ik wil het allemaal best wel. Het staat allemaal op film. Ja, dat weet ik niet, maar. Ja? Dus die bloeddruk. Altijd. Bloeddruk. Bovendruk is de kracht waarmee je linkerkamer, hup, je lijf in wordt geperst. En op het moment dat je gaat sporten, is er eigenlijk maar één grote vraag: energie. Dat moeten we hebben. En om energie te kunnen hebben, hebben we zuurstof nodig. En voor zuurstof moeten we meer hebben, dus moeten we meer bloed hebben. Natuurlijk, je adem aan, sluit er ook aan, maar die moeten we er buiten laten, want die hebben we niet behandeld. Ja? Dus er moet meer zuurstof in. Nou, prima. Dan gaan we die zuurstof gaan we toevoegen. Maar ja, dan moet je dus meer bloed hebben. Oftewel, meer bloed het hart uit, is meer zuurstof het lichaam in, is meer energie. Dus gaat beter je maar je haalt ook niet alleen energie vanuit je zuurstof, ook vanuit voeding en zo. Ja. Dat komt er toch ook bij. Maar wat heb je nodig om die koolhydraten om te kunnen zetten? Zuurstof. Ja, want anders ga je maar hoeven. Anders ga je maar 20 seconden kunnen. Dus als jij een sprintje trekt, dan is het goed. Maar als jij langer gaat sporten, dus gaat trainen, dan is het wel heb je wel degelijk zuurstof nodig. En anders, als je denkt dat het niet zo is, dan zou ik zeggen, doe maar eens een wasknijper op je neus en een stuk duct tape over je mond. Moet je kijken hoe ver je de training eruit kan krijgen. Dan ga je toch gewoon dood? Ja. Ja. Dus je hebt zuurstof nodig om überhaupt te kunnen leven. Standaard. Maar als je gaat sporten, heb je meer en meer en meer en meer en meer nodig. En ook nog blijvend meer. Dus die bloeddruk. Die gaat omhoog. Yes? Nu was er een vraag. Hey, maar hoe kan het toch zijn dat als je beter getraind raakt en je meer haarvaten hebt, dat was de middelste vraag, dat dan uiteindelijk jouw bloeddruk gelijk of lager kan zijn? Hoe kan dat dan? Femke, jij was erbij, dus jij gaat het dan geven. Nou, omdat je die 1 liter die rondkomt, bijvoorbeeld de 1 liter... Ja, bijvoorbeeld 1 liter. Die gaat naar meerdere plekken, dus toch meer verspreid. Dus het duurt lang voordat het weer terug is. Het is niet helemaal hetgeen wat ik. Je begin was heel hoopgevend. Ik zeg niet dat het niet klopt wat je zegt, maar het is niet helemaal een sluitend antwoord op de vraag. Ja,
Stel je voor, ik heb 1 liter bloed, en dat zeg je goed. En toen ik niet getraind was, had ik 5 vingers als haarvaten. Ja, dus dan moest die liter moest door die 5. Dus dat is 0,2 liter per vinger. Maar toen ineens was ik optimaal getraind en had ik 10 vingers. Oftewel, 1 liter gaat door 10 haarvaten. 0,1. Hoeveel moeten dan door elk haarvat? 0,1. Ja, dus wat zal er met die druk gebeuren per bloedvat, per haarvat? Huh? Die gaat omlaag. Ja, dus wat zal er met jouw bloeddruk gebeuren? Die gaat dan ook omlaag. Die gaat ook langzaam mee. Of die blijft in ieder geval gelijk, want jouw hart zegt, hey, we moeten in ieder geval werken, want we zijn aan het sporten. Of we kunnen het lager doen, want... Maar dan klopt het wel wat Femke zei, want omdat het bloed er ook langer over doet, omdat hij naar alle 10 die vingers moet, komt hij dus lang, doet hij er langer over om terug te komen. Dus het maar sluit het is niet, zei. Want de link die zij legt is eerder ook gemaakt met de hartslag. Want wat gebeurt er met de hartslag als je gaat sporten? Die gaat ook omhoog. Die gaat omhoog. Oftewel, die compenseert dan ergens het verlagen van de bloeddruk. Compenseert die weer met het verhogen van de hartslag, waardoor je weer gelijk uitkomt. En dat was degene wat ik net bedoelde. En het was misschien maar goed dat het dan eerst bloeddruk was. Is dat het hartminuutvolume is de frequentie maal die slagvolume. Oftewel, hartminuutvolume is het... Het volume, oftewel het aantal liter bloed, wat er in 1 minuut verwerkt kan worden door het hart. En dat wordt natuurlijk bepaald door hoe vaak slaat dan mijn hart? En als die dan slaat, hoeveel vervoert die dan? En wat gebeurt er als je gaat sporten? Wat gebeurt er met dat hart, met die hartfrequentie? Die gaat omhoog. En wat gebeurt er met je slagvolume? Die gaat ook omhoog inderdaad. Dus dat is geen stikvraag. Dat de ene omhoog en de andere omlaag. Gaan gewoon alle 2 gaan ze omhoog. Dus wat gebeurt er met die uitkomst? Wat gaat er meer of minder bloed door je lijf heen? Als alles omhoog gaat. Eerst was het 1 keer 1 en nu is het 2 keer 2. Wat is er dan met de uitkomst? Ja, die gaat ook omhoog. Die gaat ook omhoog. Dus er gaat meer bloed door, maar die is wel langer voordat het weer terug is. Toch? Maar er is dus een compensatie van het eventueel verlagen van die bloeddruk. Oké, prima. Weet je, die bloeddruk kan omlaag. Er hoeft niet zoveel stress op het lijf te zitten, want we hebben toch genoeg wegen die er naartoe leiden. Ja. Maar we kunnen wel gewoon blijven gaan. We krijgen genoeg zuurstof binnen. Want als je zegt er is minder bloeddruk, dan is er ook minder zuurstof. Nou, dat compenseren zij dan weer. En dan is er nog iets gekkers. Want ze zeggen wel eens, en dat was de vraag die hier rechts stond. Want hoe kan het nou toch zijn dat als je getraind bent, dat dan je hartslag naar beneden gaat. Hoe kan dat? Omdat je die haarvaten die je meer hebt aangemaakt wel blijft houden. Ja. Dus eigenlijk wat gebeurt er met jouw lichaam, of in ieder geval het hart- en bloedstelsel, die gaat onwijs efficiënt werken. En die motor die loopt eigenlijk heel goed. Die loopt heel zuinig. En die loopt zo zuinig dat je hartslag zelfs kan zeggen, hey, als wij minder hoeven te doen, dan gaan we dat wel doen. Want die linkerkamer is toch groter geworden. En ik sla toch per hartslag, ga ik er meer doorheen doen, dus hoef ik ook niet zo hard te slaan. En dus kan je hartslag lager blijven, is je bloeddruk ook wat lager en dat slagvolume gaat omhoog. En waar kom je uiteindelijk uit? Op een hoger niveau. Snap je nog, Jette? Berg, ga nu ook je wenkbrauwen gaan langzaam maar gaan. Sabrina heeft het niet opgegeven, weet ik zeker, maar dat is gewoon de tijd die ophoudt voor. Ja, dus er zijn heel veel factoren die daar mee aan de slag gaan. Yes? We gaan van het hart en het bloedstelsel, laten we heel even overgaan naar de hormonen. Vertel, hormonen en sport. Nou. Eerst even bovenaan beginnen, bij besturing, geheel. Dat is misschien het makkelijkste. Nou, hormonen zijn de stoffen die je lichaamscellen opdrachten geven. Nou, dat is een hele mooie zin. Wat zijn dat? Dat zijn stoffen die je lichaamscellen opdrachten geven. Dat is inderdaad hetgene wat ze doen. Hormonen zijn stoffen die lichaamscellen opdrachten geven. Nou. En waar komen die stoffen vandaan? Van de hypofyse. Nee, die komen uit de hormoonklieren. Daar komen die stoffen vandaan. Wat? Die komen uit de hormoonklieren. Niet alle stoffen komen uit de hypofyse, of wel? Nee,
En die worden aangestuurd door die. Kijk, ja, dus die hormonen die komen uit hormoonklieren. En die liggen op allerlei verschillende plekken. Die liggen gelinkt aan de organen. En die worden aangestuurd door de hypofyse. Dus dat is chefhormoon. Chefhormoon? Chefhormoon. Wie is chefhormoon? Hypofyse. Ja, dat is de chef van de hormoon. Die zegt tegen alle centra's, die zeggen oké, nu ga jij iets afgeven, nu ga jij iets afgeven. Jij mag het weer minder doen, jij moet er iets bij komen, jij doet het weer wat minder. Ja? Hypofyse. Maar daaronder zit ook hypofyse. H, I, G, P, en dan fyse. Wat is daarmee? Dat is de hoofdaansturer, die stuurt dan weer de hypofyse aan. Ja. En dus je zal het eigenlijk zien als de set van een goede film. Er is één iemand die is de baas van de set. Dat is meestal de regisseur, zeg maar. De Steven Spielberg. Die zegt, ik weet precies hoe dit gaat. Dat is de hypothalamus. En daaronder zit de hypofyse. Oftewel, dat zijn de chefjes. En die chefjes, die sturen weer hun eigen mensen aan. Dus die Steven Spielberg heeft iemand voor de catering. Heeft iemand voor de kleding. Iemand voor de set. Iemand voor het script. Dat is Steven Spielberg en dan heeft hij zijn chef. En elk chefje die heeft weer zijn mensen. Jij regelt de broodjes, jij regelt het drinken, jij regelt bij deze set achtergrond, jij regelt die kleding voor die persoon en jij voor die persoon. En zo wordt dat langzaam verdeeld. Maar die liggen door heel het lichaam heen. Maar die liggen door het heel veel lichaam heen. Dus er zijn meer dus de alvleesklier heeft hem bijvoorbeeld. Nee, dat is maar één hypothalamus. Ja. En waar ligt die dan? Hypothalamus en de hypofyse liggen hier, midden in de kupske. Dus die liggen wel daar en de rest van de hormonen liggen door heel het... Ja. Hormoonklieren. Ja, hormoonklieren. Die liggen dus overal. Nou, de hersenen stuurt dus een signaal, een elektrisch signaal, want het zenuwstelsel is van de elektriciteit, stuurt dus een signaal naar bijvoorbeeld de alvleesklier en zegt, aan de slag, ja, jij moet dit gaan doen. Er is eten binnen, dat moeten we verwerken. Eten is gestopt, mooi. Signaal, rust. Oké, dan is er weer rust. Ja. Die hormonen, werken die ook met een elektrisch signaal om dat af te scheiden of niet? Om wat af te scheiden? Het uitscheiden van die klieren. Is dat een elektrisch signaal? Dat stofje wat in jouw bloed gaat? Is dat een elektrisch signaal? Ik denk niet als iets overblijft. Nee, het is een stofje. Die gaat daarin. Wat is het grote verschil met het hormoonstelsel en het zenuwstelsel? Dat gaat eigenlijk op de basis waarop er signalen doorgegeven worden. Hormoonstelsel is lange termijn en zenuwstelsel is kort. Juist. Het zenuwstelsel is net als die schakelaar daar aan de muur. Het is aan of het is uit. Het is alles of het is niks. Ja? Het is snel. Altijd. Het is niet zo dat je het licht aan doet dat je 10 seconden moet wachten. En als je hem uit doet dat je hem langzaam uitgaat. Het is geen spaarlamp. Wat is het verschil tussen het hormoonstelsel en het zenuwstelsel? Zenuwstelsel is alles of niks. Een lichtschakelaar. Het is aan, het is uit. Ja, het is niet zo dat je zegt van, ja mijn arm gaat bewegen, let maar op, daar gaat hij. Dat je arm gaat trillen, dat hij dan zegt... Hey, daar gaat ie! En let maar op hoor. Hoeveel herhalingen moet ik doen? 10. Oh shit, ik heb er al gehad. Even nadenken. Dat is niet. Dat is niet. Maar het is wel precies hoe je hormonen werken. Ja? En het grootste voorbeeld zit... Mijn voorbeeld is soms zo stom. Ja. Het grootste voorbeeld van een hormoon is eigenlijk adrenaline. En dat merk je. In de aanloop naar je wedstrijd word je eigenlijk een soort van zenuwachtig. Een soort van oppervokt. En dat zie je vooral bij vechtsporten. Weet je, daar schieten ze helemaal in de adrenaline. Weet je, die zie je al helemaal opgefokt raken voordat ze naar de wedstrijd gaan. Dan komt het op zijn piek tijdens de wedstrijd en het vloeit langzaam weer uit. He, als je iemand eens een keer op zijn bakkers hebt geslagen, dan zul je merken dat die adrenaline, die gaat heel langzaam gaat die weer weg. Oftewel 10 minuten na de rand zit je nog steeds na te shaken. En dan wordt langzaam maar zeker, wordt dat minder. Wat zei je? Dan komt de pijn. Als de adrenaline weg is. En dan komt de pijn. Als je tijdens een wedstrijd kun je een schop tegen je scheen hebben gehad en er komt bloed uit. En je denkt van, nou, valt eigenlijk mee, je gaat door. En aan het eind van de wedstrijd, dan zie je het weer en denk je van, ik kan ineens niet meer lopen. He, dus die, het zenuwstelsel is, schakel aan of schakel uit. Hormoonstelsel is langzaam erin en langzaam weer uit. Maar daardoor voel je soms de pijn toch ook niet? Nee, dat zijn nee, maar ik bedoel, zo erg dat je er zo bijvoorbeeld, stel dat je iets gebroken hebt, dat je gewoon doorgaat. Ja. Ja, en als dan de adrenaline uitgewerkt is, dan komt dat 3 keer zo heftig voor je gevoel. Dat dan het dan pas echt de pijn is zoals die is. Nou. Ja.
Nou, je hebt heel veel hormonen en heel veel situaties waarin je hormonen kan hebben, ja of nee. He, dus tijdens het sporten komt het erin en daalt het weer uit. Nou, je had 3 hormonen die daar belangrijk voor waren. We hadden het vanmorgen al over. Dat is zijn cortisol, adrenaline en dat zijn eigenlijk 3 belangrijke bij sport. Cortisol, die weet al, ik ga straks trainen, dus ik ga me vast voorbereiden. Ik ga vast mijn hartslag wat omhoog, mijn ademhaling gaat vast wat omhoog. Ik ben me vast een beetje aan het opmaken voor de strijd. Dan op een moment zelf, dan kan er gekozen worden om adrenaline erin te spuiten. Om nog even wat extra boost te geven. Nou, als je een marathon gaat lopen, moet je niet te veel adrenaline aanmaken, want dat is helemaal niet goed. Daar heb je niet zoveel mee. Maar als je een bokswedstrijd hebt, dan moet je het wel hebben. Iedere keer even een stoot adrenaline erbij. Maar hoe wek je dat op? Of is dat puur vanuit dat je lichaam? En dat is weer de samenwerking met het bloed. Met je hormoonstelsel en jouw hypofyse en je hypothalamus, die denken van, what the fuck, waarom gaat dat hart ineens zo tekeer? Waarom gaat ineens de temperatuur gaat dat omhoog? He, want de temperatuur van jouw kern komt ook vanuit de hypofyse. Dus die hypofyse die registreert, we worden te warm, dit gaat niet goed. En dan komt er ook nog een signaal binnen, ja, en het hart gaat ook ineens tekeer en de ademhaling gaat ook omhoog. En moet je voelen, die bloeddruk, dat gaat hier niet goed. Met andere woorden, we zitten waarschijnlijk in een stresssituatie. Adrenaline erin. En als je een beetje pech hebt, wordt er ook nog wat noradrenaline ingespoten. En noradrenaline, dat is in stresssituaties en die gaat je eigenlijk daarin weren. Nou, als je vaker traint, ga je vaker om met noradrenaline en kun je dat de baas. Dat adrenaline, dat heb je altijd nodig. Een goede, gezonde kick adrenaline. Ja, dus daar heb je dan weer een link met bloed en hormonen. Buiten het feit dat hormonen bloed nodig hebben om van A naar B te komen, hebben ze elkaar ook nodig om elkaar in leven te houden of jou in leven te houden. Ja? Nou, dat zenuwstelsel, nou, dat weten we ondertussen ook, hè? Het zenuwstelsel dat stelt in ieder geval je hart aan. Oftewel, hart gaat zo harder kloppen, meer signalen afgeven, je hartslag gaat omhoog. In die bloedvaten zit ook glad spierweefsel die ervoor zorgt dat het bloed weer terugkomt. Dus dat wordt ook aangestuurd door je zenuwstelsel. Daarnaast heb je die hormonen die natuurlijk vanuit de hersenen aangestuurd worden van joh, ga eens aan de slag, want we zijn in overlevingsdrift. Dus dan heb je de link met het zenuwstelsel. Nou, en dan heb je uiteindelijk heb je nog het lymfe. Wat was de functie van de lymfe? Afvals uit je lichaam te leiden. Ja. Wat wil de lymfe dus eigenlijk voorkomen? Dat je ziek wordt. Ja. Dat je ziek wordt. Waar wordt de lymfe? Wie is chef lymfe? Wat? Wie is chef van de lymfe? Wie is de Steven Spielberg van de lymfe? Is het lymfe of lymfe? Ja, lymfe. Het is maar net. Is het Borneo of is het Borneo? Borneo. Is het Pokeball of is het Pokeball? De collectoren dat zijn degenen die het opvangt. Is iets wat het lymfe aanstuurt? Griepedemie. Is het griepedemie of is het griepepidemie? Ik denk de lymfe-organen. Griepepidemie. Is er een chef van het lymfestelsel? Van het lymfestelsel? Nee, die is er niet. Nee, dus die doet zijn eigen ding. Althans, die doet zijn eigen ding. Maar die drift dus mee uiteindelijk op de andere situatie. Want ik heb gezegd. Wat gebeurt er met dat je gaat sporten? Dat is die bloeddruk. En die bloeddruk die zorgt ervoor dat de druk van het lymfestelsel ook omhoog gaat. Dus die gaat er ook op reageren. Ja, op het moment dat jij gaat sporten, heb je afvalstoffen. En die afvalstoffen gaan van bloed naar weefsel of omgekeerd dwars door het lymfestelsel heen. Dus die houdt eigenlijk, uiteindelijk wil die alles zuiveren. Dus ja? Tijdens het sporten zorgt eigenlijk het lymfestelsel ervoor dat je afvalstof gewoon uit het lichaam gaan. Ja. En dat is eigenlijk transport. Het enige wat hij doet tijdens het chance sporten. Ja, de milt? Wat was de functie van de milt? Dat zit... Opslag van... bloed. Hè, als er een overschot aan bloed is, dan wordt het opgeslagen. Ja. Er zat een zeefje in. Die rode bloedcellen die kapot waren, die ging die filteren. Hè, die haalde die eruit. Die brak die af. Daar kwam ijzer uit en die slaat hij dan weer op. Zodat als er nieuwe rode bloedcellen gemaakt worden, dan heeft hij dat ijzer paraat
Want was het als met ijzer? Dat was hemoglobine. En dat was dus koppelen van zuurstof. En nu hebben we ineens weer een grote link met hetgene waar we al mee bezig waren. Ja? Dus het lymfestelsel gaat harder werken op het moment dat er een bepaalde bloeddrukverhoging is. Want dat geeft minder ruimte voor het lymfestelsel. Dus die wordt dan in de vernauwing, dus gaat daarmee aan de slag. En dan heb je vooral de mild, die dus uiteindelijk...